bloembollen op pot. Nou, één ding, daar heb je geen diploma voor nodig, want in principe kan elke bloembol in een pot. Nou, die pot kan natuurlijk zowel binnen als buiten. En zeker als je een balkon hebt, is bloembollen op pot echt ideaal. Waar let je op bij de aanschaf van de pot? Nou, die bak of pot moet natuurlijk qua hoogte minimaal 3 keer de dikte van de bol zijn die erin gaat. Want ja, die bol moet altijd 3 keer dan zijn dikte geplant worden. Nou, verder moet er onderin of wat scherven, grind, nou in mijn geval wat hydrokorrels. En als je hem buiten wilt neerzetten, dan moeten er natuurlijk wel gaten onderin. Nou, nu eerst goede potgrond. En in principe is elke potgrond die je in het tuincentrum koopt, is prima. Die is gewoon insectvrij en houdt ook goed zijn vocht vast, want dat vinden bloembollen wel heel erg prettig. Je ziet het, een kind kan de was doen. Alleen nog wat potgrond erbij, even stevig aandrukken en dan wat water geven. En wees nou niet zo zuinig, hè. Niet 6 tulpenbollen, maar gewoon een stuk of 20. Als je het doet, moet je het goed doen. En als je potten maar groot genoeg zijn, kun je bijvoorbeeld ook denken aan de zogenaamde lasagne beplanting. Dat betekent dat je verschillende lagen bloembollen boven elkaar zet. 2, 3, soms misschien wel 4 lagen boven elkaar. Voordeel is dat je veel langer plezier hebt van je pot. Hè? Want die bloembollen die bloeien dan na elkaar. Is het een beetje goed uit, kind? Of als je ze tegelijk laat bloeien, wordt het natuurlijk 1 groot feest. Onderin gaan de tulpen. Puntje omhoog. Dan een laag potgrond. En dan kan de tweede laag erin. Zo, dit waren de blauwe druifjes. Nu weer wat grond en dan nog krokus. Zo, een beetje potgrond er nog bij, stevig aandrukken en laat dan het voorjaar maar komen. Eerst krokussen, dan blauwe druiven, dan tulp, 1 feest. En wil je nu nog meer informatie over lasagnebeplanting of bloembollen in het algemeen, kijk dan op www.bulb.com. En hier doe je het nou allemaal voor.